Eva, Joep, Eva, Joep, Eva, Joep en Eva. Twee kandidaten. Herhalen één woord. 20 seconden. In. Herhaal het woord. En dat spel, dat spelen we met Bram uit Leiden. Bram, goedenavond. Goedenavond. Jij bent serieus tegen een paaltje gereden vanavond? Moet dat herhaald worden op de radio? Schaam je je? Nou, dat nog niet, want mijn vriendin laat het niet bij, die is bij de Music Holders Club. Maar wat gebeurde er precies? Ik ben geen getuige van. Wat gebeurde er? Ik rijd achteruit en ik werd gebeld en ik neem op en ik druk mijn koppeling in en ik rol achteruit tegen het paaltje aan. Oh. Ja. Heb je al de schade opgenomen? Nee, dat nog zeker niet, want het regent buiten. Oké. Nou, dat is dan voor latere zorg. Hopelijk heb je met dit spel wat meer geluk. Maar je hebt wel een geduchte concurrent, namelijk Peter. Hallo Peter. Goedenavond. Uit Stand daar buiten? Jazeker. Ik heb daar nog nooit van gehoord, is dat erg? Nou, de meesten hebben daar nog nooit van gehoord, dus dat valt niet mee. Waar ligt dat dan? Vlakbij Roosendaal. Oké. Ja, nee, dan heb ik een beetje een plaatje. Jij zit ook in de auto, hè? Ja, ik zit ook in de auto, hè. Taxichauffeur? Jazeker. En jij zit ook even gewoon lekker in je auto te wachten tot de regen voorbij is. Nou ja, ik was op weg terug hopelijk naar huis. Maar inderdaad, het regent buiten, dus dat is niet zo best. Oké, man. Nou, zometeen mag jij misschien wel een duik in de grabbelton nemen. Als jij tenminste een woord vaker herhaalt dan dat Bram dat doet. Maar je mag eerst luisteren hoe Bram dat gaat doen. Ja, dat is goed. We hebben een woord en dat hebben we te danken aan collega Lieke Veld. Je hoort haar in de nacht in het weekend. En zij kwam met het woord en dat is dan weer geïnspireerd op Mattie en Wietse, die je dan weer 's ochtends hoort. Zij spelen namelijk Win met de wekker. En zij zei, wekker, is dat niet een leuk woord voor herhaal het woord? En toen dachten wij, ja! Dus Bram uit Leiden, je krijgt 20 seconden om het woord wekker zo vaak mogelijk te herhalen. En je tijd gaat nu in. Wekker, 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 Nou, dat was best goed, toch? Of zijn we de tijd bezond, toch? Dat was echt vet goed. Volgens mij kan je jou dit gewoon 20 minuten laten doen. Ik denk dat ik toch op mijn stokje ga, maar we kunnen het een keer proberen. Holy shit. Nou, Peter. Ja, je bent vast wel een beetje geïntimideerd nu. Ja, een beetje. Maar goed, alles is nog mogelijk. Ook voor jou is het woord wekker en je tijd gaat nu in. Wekker, 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 Ja, het werd een soort van kwek, 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 kwek. Maar ook echt krankzinnig goed. Ja, bizar. Ik geloof het bijna niet. Serieus, als we ooit een wereldkampioenschap herhalen het woord... gaan doen, dan moeten jullie in de finale. We gaan maar even bellen. Ja. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Bram. Ja? Jij hebt 94 keer wekker gezet. En het is ongelooflijk. Ik had het niet gedacht. Peter, jij 101 keer. Jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ah, sympathiek. Ja, ik dank je wel. Neem even een duik in de grabbelton. Eens even kijken. Wij weten ook niet wat erin zit, hoor, Peter. Nee, ik ook niet. Oh, dit is leuk. Wat is dat? Oh, is het weer zoiets lulligs of niet? Nee. Oh. Het is een album van Shakira, Oral Fixation. En het album Here and Now van Nickelback. Dat gaan we opsturen naar Stand daarbuiten. Oké, veel geluk erbij, Peter. En Bram, doe voorzichtig, hè? Komt helemaal goed.